Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven het noordoosten en oosten, daar begint de dag met een paar buien. In het westen, midden en zuiden schijnt de zon geregeld. Die buien in het noordoosten en oosten trekken wel weg, zodat ook daar geleidelijk de zon gaat schijnen. Temperaturen vanochtend al oplopen tot rond 20 graden en vanmiddag wordt het dan zo'n 20 tot 24 graden, op een enkele plek misschien 25. Aan het einde van de middag komen er nieuwe buien vanuit België. Die trekken als eerste over Brabant en Zeeland en trekken vanavond verder noordoostwaarts. Het kunnen forse buien zijn met onweer, hagel en rukwinden tot ongeveer 80 km per uur. Temperaturen gaan uiteraard vanavond weer wat naar beneden. Na de bui is de graad of 18. Morgen hebben we zonnige perioden, maar er kan opnieuw ook een enkele bui vallen. Met name in de noordelijke helft en in het zuidwesten. Temperaturen liggen rond 20 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Ook zaterdag nog een paar buien, maar zeker geen verregende dag en de zon schijnt opnieuw ook geregeld. Zondag blijft het grotendeels droog, maandag lijkt de buigheid weer toe te nemen. Temperaturen liggen de komende dagen rond de 20 graden, misschien dat het maandag nog iets zachter wordt. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl